Nou dames, in alle vroegte ben ik hier dan op de campus. Jullie zijn van Jong PSV Vrouwen. Beloftecompetitie, jullie gaan echt supergoed. Dus ons leek het leuk om jullie vandaag te volgen. Eerst even, wie zijn jullie? Ik ben Jikke de Raaf en ik ben 17 jaar. Ik ben Fleur Stoit en ik ben 18 jaar. Mijn naam is Janne van Bakel en ik ben 17 jaar. Kijk, en ik ga jullie dus volgen. Jullie wonen hier. Kun je even vertellen wat dit precies is? Dit is een sportcampus voor gewoon topsporters die een beetje ver van huis wonen. En we gaan nu naar school en we sporten hier. En het is allemaal gewoon lekker dichtbij, dus het is wel gewoon fijn. Ja, maar het is niet alleen voor PSV, toch? Nee, er zitten hier ook waterpolers en zwemmers. Oké, een grote campus. En jullie laten mij even de campus zien, toch? Ja. En de opgeruimde kamer, hè? Ja. Oké, helemaal goed. Nou, eet lekker door. Let's go. Nou, dit is mijn kamer. Netjes opgeruimd. Ja. Goed bezig. Ja, is meestal elke dag wel. Oh, dit is prima. Toch? Ja. Het is gewoon net groot genoeg. Je hebt je eigen wasbak en zo, dus dat is wel gewoon fijn. Ja. En hoeveel slapen er hier of verblijven er hier van de Jong PSV? In mijn kamer? Ja. Eentje, alleen ik. Ja, nee. Zes, ja. Oké. Okay. En dan ontbijten jullie samen, jullie doen eigenlijk alles samen? Ja, eigenlijk wel. Behalve, zitten er wel veel op school hiernaast. Ja. En een paar doen al ABO en MBO. Maar dan zijn jullie best wel een beetje zussen van elkaar. Ja, een soort van wel, ja. Ja, het is wel, we zijn wel hecht. Je ziet ze meer dan je eigen familie. Ja, zeker. Ja. Ja. Gaat het altijd goed of is het... meestal wel. Ja? Het gaat niet heel vaak fout. De woonkamer, denk ik. Ja. Hoe is dat voor jullie om hier te wonen? Ja, het is wel gezellig. Het is wel, als je net hier gaat wonen, is het wel even lastig, omdat je van je ouders weggaat en zo. Ja. Maar doordat je met die meiden bent, maakt het dus wel makkelijk. Ja. En je bent elke avond wel iets aan het doen, dus ja, je tijd wordt wel goed besteed. Het is wel gewoon gezellig. Ik kan me voorstellen dat je thuis echt wel mist. Ja, best wel. Maar ja, op een gegeven moment leer je er wel mee omgaan. En mijn moeder komt ook wel eens hierheen om even te eten. Dus, ja. Doet ze de was nog voor je? Of, nee, dat doe ik zelf. Ja. Oh, heel goed. Okay, ja, het hoort er allemaal bij, hè, als je een voetbal bestaan wilt. Dat klopt. Ja. Maar jullie zien er allemaal goed en fit uit. En gezond, dus volgens mij redden jullie wel. Volgens mij redden we ons ook top. Wel. Wat gaan we nu doen? Naar krachttraining. Naar krachttraining. Nou, let's go. Ja. Bob, volgens mij is dit jouw honk. Waar zijn we op het moment? Ja, dit is inderdaad onder andere mijn hok. Dit is het Team NL Centrum in Eindhoven. In Pieter van der Hoogband zwembad. En hier hebben we onze eigen krachthonk vanuit Team NL. En hier faciliteren we meerdere verschillende sporten. Waaronder Jong PSV Vrouwen. Ja, en wat doen zij hier? Want volgens mij moeten ze dit niet iedere dag doen, toch? Nee, klopt. We hebben hier drie momenten. Ja. Twee voor de volledige groep. Dus in de ochtend, dinsdag en donderdagochtend. En op woensdag heeft de oudste groep, die heeft nog een derde extra krachttraining. Daar doen ze voornamelijk bovenlichaam. En de dinsdag en donderdagochtend is meer gericht op echt het onderlichaam, dus iets specifieker voor voetbal. Ja. Ja. En waar let jij dan op? Want ik kan me voorstellen dat ze zijn vrij jong, volgens mij van 15 tot en met 18, ja. dat weer heel anders is dan voor een PSV-vrouw. Ja, zeker. Dus we proberen je echt op te leiden. We zijn een opleidingscentra. Dus we proberen vanaf het moment dat ze hier binnenkomen, waar ze wellicht nog geen ervaring met krachttraining hebben, proberen we ze van eigen lichaamsgewicht controle, dus lichaamscontrole in zijn geheel en weerstand middels oefening op eigen lichaamsgewicht. Proberen we ze te begeleiden naar tillen met gewicht, ja. Dus volwassen worden. En we focussen ons daarbij vooral op oefeningen die kunnen ondersteunen aan hetgeen wat ze op het veld moeten doen. Ja. Hoe doen ze het? Ze doen het heel goed. Ja, zeker. Ze zijn heel zelfstandig. Anders zou ik hier nu ook niet zo kunnen staan. Nee, ik vertrouw ze volledig als ze zelf aan de slag gaan. Ja. Ah, goed te horen. Ja. Dank je. Emma, de krachttraining zit er nu op voor jullie. Ja. Wat gaan jullie nu doen? We gaan nu omkleden en we gaan douchen en dan gaan we naar school. Hebben we twee lessen en daarna
hebben we teammeeting. Oké, dus altijd na die krachttraining heb je dan even school en dan meet je elkaar daarna weer op Fontys, toch? Ja, klopt. Ja, en jullie zitten op school? Ja, op het Sint-Joris. Op het Sint-Joris. Nou, ja. Dan zie ik jullie straks bij Fontys. Succes op school. Dank u wel. De meiden hebben net gestudeerd of komen net van school af. We zijn nu op de Fontys Sport Hogeschool. Maar wat gaan we hier nu doen? We zitten eigenlijk 3 keer per week zitten we hier. Een keer is het individueel nabespreken van de wedstrijd. Maar aan de andere kant is het ook gewoon als groep nabespreken. Hoe hebben we de wedstrijd met elkaar bespeeld en wat gaan we in de toekomst nog beter doen. Ja. En nu gaan we onze voorbereiding treffen naar de eerste play-off wedstrijd. Is dat dan extra spannend? Nou, ik denk dat de meiden inmiddels wel zo ervaren zijn dat ze weten hoe de route loopt in de week en wat ze kunnen verwachten. En dat ze mee kunnen denken in wat er de komende weken gaat gebeuren. Ja. Oké, nou ik zou wel zeggen succes. Dankjewel. Mark, we staan nu bij de veldtraining. Dat is niet bij de hertgang. Kun je eens vertellen waar we nu zijn en waarom we hier zijn? Ja, we zijn op sportpark De Heihoef in Eindhoven. En mooi aan dit sportpark is dat we zo'n kleine 12 jaar geleden hier eigenlijk met vrouwenvoetbal begonnen zijn. In de samenwerking met de KNVB. En daarin is meteen Team NL aangesloten, zodat we een topprogramma konden bieden voor spelers in deze leeftijd zoals we nu hier bij Heijhoef 1 zijn. En PSV heeft op een gegeven moment gezegd van ja, maar daar willen we mee aan de slag. En PSV heeft dat programma overgenomen van de KNVB en nu mogen we zeggen dat we al bijna 4 seizoenen trots aan het werk zijn. En de reden dat we niet op de hertgang zijn is dat onze meiden gewoon hier eigenlijk een regiootje hebben gecreëerd. Omdat ze gewoon simpelweg hier in de omgeving slapen. Ja. Ze gaan hier naar school, ze hebben hier alle faciliteiten die nodig zijn om het topprogramma draaien. Je had het net over Team NL. Wat moet ik daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, goed, het NOC-NSF heeft natuurlijk op diverse plekken in Nederland een Team NL-centrum, zoals ook hier in Eindhoven. Mm. Nou, daar hebben we de samenwerking mee gezocht. Eigenlijk, zoals we de Brainport gedachten als PSV willen uitstralen, is dat ons partner geworden. En hebben we samen kunnen bouwen aan een topprogramma voor meisjes-vrouwenvoetbal in de leeftijd 15 tot 19 jaar. Ja. En Team NL biedt, we waren net ook bij de krachttraining, hè, Bob de trainer. Wat biedt Team NL nog meer dan voor jullie? Nou, we hebben natuurlijk een voedingsdeskundige die onze speelsters weghelpt in met name het toedienen van voeding. Maar ook gewoon kijken van oké, waar haal ik de energie vandaan om zo'n programma te draaien. Daarnaast hebben we een lifestyle coach die ons helpt. Op het moment dat de meiden met bepaalde onderwerpen zitten waar ze in geholpen worden. Ja. Maar ook gewoon hoe ze in hun gemoedstoestand zijn. Ik kijk hier even achter me. Wat is dit voor een team? Ja, dit is een team wat opgebouwd is uit talentvolle speelsters uit het land. Het is niet zo dat we alleen maar in een kleine regio rondom Eindhoven zijn. We hebben speelsters eigenlijk uit het gehele land die talentvol zijn. Die voor hun doelen destijds gesteld hebben om het nationale jeugdteam te behalen. Nou, bijna, mag wel zeggen, 90% van deze groep die heeft daar kennis mee mogen maken en spelen nu nog in die teams. En we moeten gaan zorgen dat het ook zo blijft natuurlijk. Ja, het zijn jonge meiden, super enthousiast, elke dag gretig om beter te worden. En die meiden zijn op zoek naar hun toekomst. Waar ligt mijn plafond? Waar train ik elke dag voor? Ja, het is leuk om met hen te werken. En hoeverre kan jij je identificeren met hen? Het is natuurlijk lang geleden dat ik op hun leeftijd was. Maar vooral de gedrevenheid en de wil om veel te leren vind ik interessant om met hun te werken. En omdat hun veel vragen hebben nog van over hoe ziet het eruit als je verder bent in je carrière. En dat soort dingen zijn leuk om in te doen. De leeftijd ligt tussen de 15 en de 18. Ze zijn veel van huis weg, zelfs wonen ze hier op de campus. Een heel ander bestaan, hè, natuurlijk als voetbalster. Wat heb jij hen te bieden daarin? Of wat wil jij hen meegeven? Nou, wat ik ze mee wil geven, dat we de doelen die met name de meiden zelf stellen, dat we daarmee aan de slag gaan. En dat we een team van mensen om ons heen hebben verzameld die de meiden daarin kunnen helpen. Dus niet zozeer ik als trainer kan ze helpen. Dat heeft meer te maken met de ervaring en de referentie wat ik heb om ze daarin te helpen. Maar de belangen van de groep zoals die hier staat en de staf die hier staat, ja, die maakt het resultaat. Daar zijn we wel heel trots op dat we dat elk jaar weer voor mogen zetten. Plus Team NL erbij, dus het hele pakketje. Team NL is daar een groot onderdeel van. Ja, precies. Ja. Oké, bedankt. Ik zeg, ga lekker trainen. Dat gaan we doen.
Play-offs, hè? We gaan ervoor. Dankjewel. Ja. Hoe hecht is jullie team? Ja, ik zou wel zeggen dat ons team heel hecht is. Dat kan je wel zien in hoe we trainen en in de wedstrijden. En ook gewoon op school. We zijn wel echt 24/7 met elkaar. En ja, we lachen met elkaar, huilen met elkaar, we doen alles met elkaar. Dus dan word je wel hecht. Ja, en ja. Nou ja, het loont ook, want je staat eerst. Dat is natuurlijk je team spirit, alles bij elkaar. Ja. Nu die play-offs. Wat gaan jullie doen, denken jullie? Winnen. Ja, daar gaan we wel voor. Ja, hoe gaan jullie ze inpakken? Ja, we gaan gewoon ons best doen. En als team gewoon samen echt ervoor gaan. En dan gaat het hopelijk lukken. Ja. Jong PSV vrouwen. Team spirit, netjes, we gaan ze pakken. Heel goed. Dankjewel, succes. Dankjewel.